Een bekroning voor de enorme inspanningen vormen altijd de Europese kampioenschappen, die jaarlijks worden gehouden, zoals dit keer op de Oostenrijkse Neusiedlerzee aan de rand van de Hongaarse Puszta. Veel tijd voor rust gunnen de ijszeilers zich beslist niet. Nauwelijks op de plaats van bestemming aangekomen, snelt men naar het ijs, tuigt de schepen op en gaat varen. Een eerste verkenning van het wedstrijdterrein. In de late avond is men dan soms op de hotelkamer nog uren bezig met het slijpen van de schaatsen. En dan de strijd om het Europees kampioenschap. Een gevecht waarvoor jaarlijks zo'n 50 tot 70 geselecteerden uit 10 landen aan de start komen. De felle strijd om de DN-titel wordt bij grote internationale gebeurtenissen, zoals hier bij de Europese kampioenschappen, vaak onderbroken door wedstrijden voor de minder bekende, maar grotere en ook snellere Yankee-klassen.
Maar de DN-klasse is toch wel het meest verbreide type. Witte vogels in een eindeloze ruimte, met mensen die zich de beheersers voelen van de horizon. Sportlieden die gestoken in een astronautenkostuum, goed ingepakt tegen de soms uiterst venijnige koude, constant hun gevecht leveren. Wonderlijke hobbyisten, stoere, geharde kerels, die niet alleen aan het zeilen, maar ook aan het zelfmaken van hun racemachine het grootste genoegen beleven. Duivelse kerels, voor wie de snelheid niet hoog genoeg kan zijn.